Minister Diependalen, PPS, een wondermiddel, een paardenmiddel of een middel dat wij liever niet gebruiken? Als u wil vergelijken met een medicijn, dan is het vooral een medicijn dat juist moet toegepast worden. Je kan niet elk medicijn voor elke ziekte gebruiken. En dat is met PPS ook zo. Ik ben er absoluut van overtuigd dat bij heel wat overheidsinvesteringen PPS de juiste manier van werken is. Maar niet altijd. En we moeten kijken naar 3 criteria. Het is de prijs, kwaliteit en de doorlooptijd. En als op die 3 punten een PPS een meerwaarde biedt, dan ben ik er absoluut voorstander van. Als we het alleen gaan gebruiken om te debudgetteren, dan denk ik dat je een fout maakt. Dat je eigenlijk naar de lange termijn komt dat vroeg of laat terug als een boemerang. En dan mag je daarvoor PPS niet gebruiken. Op dit seminarie is duidelijk geworden dat de biedvergoeding, eigenlijk een vergoeding voor de kosten die de deelnemers moeten maken, dat dat een bijzonder pijnlijk punt is. Wat is uw mening daarover? Ik denk dat de studie daar een heel juiste inschatting geeft van dat we daarmee aan de slag moeten. En dat we daar moeten kijken hoe dat we dat aanpakken. Nu, in het panelgesprek is ook zeer duidelijk naar boven gekomen dat je dat moet bekijken bij de verschillende onderdelen. Je kan niet 1 algemene regel vastleggen over die biedvergoeding die je dat kan toepassen bij onderwijsgebouwen, bij infrastructuurwerken of bij hele complexe zaken zoals als tramlijnen of Oosterweel. Dus we gaan moeten kijken bij elk van die onderdelen waar PPS gebruikt wordt, hoe we omgaan met die biedvergoeding. Niet echt uw departement, maar ik zal de vraag toch even aan u stellen. Er waren ook eigenlijk veel problemen die betrekking hadden op de vergunningen. Het toekennen van vergunningen, de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Niet echt uw departement, zoals ik al zei, maar... Absoluut, maar ik denk dat vergunningenbeleid inderdaad een uitdaging blijft naar de toekomst toe. Zo Haldemier, die bevoegd is, heeft daarvoor de laatste jaren een paar inspanningen gedaan. Ik heb er juist nog over staan praten. Ook door de aannemers wordt erkend dat dat de juiste inspanningen zijn, dat die de juiste weg opgaan. Maar daar blijft nog heel wat werk op de plank liggen. En het belangrijkste daarbij is dat we die afweging tussen individueel belang en het algemeen belang moeten gaan herijken. We moeten gaan zorgen dat dat terug in evenwicht is. Dat je niet zomaar altijd in beroep kan gaan en als individu grote maatschappelijk belangrijke projecten kan stilleggen. Dat evenwicht moet hersteld worden. Wat wel tot uw bevoegdheden behoort is wonen, sociale huisvesting, onroerend erfgoed. Ziet u plaats in die domeinen voor PPS? Goh, dat is vandaag eigenlijk al gebeurd. We hebben het conventioneerd verhuren opgestart, waarbij dat een individu, of een privaat rechtelijke aannemer, een privépartner, kan beginnen sociale woningen te bouwen. En zelfs geconventioneerde woningen, die dan verhuurd worden aan een lagere prijs. Dus we hebben dat systeem al. We hebben ook design en build. Dat is ook een private initiatiefnemer die sociale woningen gaat bouwen. Dus we hebben daar al heel wat zaken. Trouwens, een ander mooi voorbeeld waar dat we publiek-privaat samenwerken, zijn innovatieprojecten. We proberen bij sociale woningen eigenlijk een beetje voorsprong te nemen. We proberen dat als proeftuin te gebruiken voor algemene bouwprojecten. We hebben daar bijvoorbeeld nog maar net 10 miljoen euro in de markt gezet om projecten, innovatieve projecten op te starten rond klimaat en dergelijke meer. Dus we doen dat nu reeds. Er is al heel wat publiek-private samenwerking binnen de sociale woningbouw. Hartelijk dank. Graag gedaan.